Meneer Blanker, goedemiddag, Vego. Vego, sorry dat ik mijn broer systeem. Maar we danken eens maar dat we tijd aan het keren. De president is warm al eens daar. En mijn bellenbo en mijn bo bel me. En mijn bel me, dat ik op het takje. Dan bereken ik eenmaal me kon. Ik kan alles maar tegelijk. Ik kan mijn broer systeem, sorry voor president. Misschien nog eens dan aan mijn woon. Ja? Nou, ik vind het toch meer. Je hebt versterking gezocht. Alles wat staat met je revier. Zeg je heren. Atori, no? Die maakt toch niet. Dan ga je mee worden, man. Ik ben bij Kira van je gang. Oké, Blanky. Maar wat is... Misschien moeten we de mensen een beetje inschieten. Misschien moet ik even dat fragment van die president laten horen. Zodat mij weet... Zodat mij weet waar je over valt. Laten we even naar dat fragment luisteren. Maar ik kwam aan mijn muis, jou ook toe. Ik moet de president in beeld. Pres in beeld. Oké, dankjewel. Dat gaat zo. Meneer de president, goedendag. Lim FM live, hoe gaat het met u? Het gaat. De onderwijsgevende zochten vandaag naar u. Ja, ik zoek ze ook. Ze hadden een afspraak met u, u was er niet. Voor overleg met de vakbonden en alles komt goed. Call zegt ze hadden een afspraak met u. Met Call is er afgesproken dat ze door het clusterteam van ministers, dat is afgesproken met alle vakbonden over. We hebben eerder overleg gevoerd met Call. Er zijn afspraken. En voor wat betreft de uitvoering van de afspraken, daar is een clusterteam van ministers. Als dingen niet gaan lopen, dan moeten ze weer bij de president. Dat is de structuur die we gecreëerd hebben en dat geldt voor alle vakbonden. Dat is gisteren. Avond laat is er overleg geweest tussen georganiseerde vakbonden, plus het team van ministers. We gaan met iedereen communiceren. Maar als je alleen met de president wenst te communiceren, dan kan ik de minister naar huis sturen. Mag je ze eerste instantie ontvangen? Ja, ja. En nu zijn er afspraken die nageleefd moeten worden onder coördinatie van plus het team van ministers. Oké, en wat is er daar mis mee, meneer Blanker? Samsa, ik geef toch aan wat de procedure is. Ja, kijk, ik had gehoopt dat ik me vergiste gisteren. Maar nu is het erger. Omdat je mag weten dat we door bemiddeling van de assembleevoorzitter, we hadden interventie aangevraagd via de assembleevoorzitter een paar maanden geleden. En dat was rond die 17 februari. En toen is die... Eerder, ik ga eerder naar november, is het november, eerder naar juli 2022. Sorry dat ik geef geen geschiedenislessen, Limbo, maar we moeten de zaak juist weergeven. En toen kwam de dreiging van Organic Movement. En onder de dreiging van de Organic Movement zijn we ontvangen door de president en waarbij we hij wilde ons afkappen van die beweging en daarbij heeft de president geconstateerd dat zijn werkarmen en dat zijn de clusterministers, daar zaten ook bij meneer Ramdien enzovoorts en andere ministers, dat zijn werkarmen niet functioneren. En we hebben toen gezegd dat wij rechtstreeks met hem willen onderhandelen en niet via ravaxuur. Als Kool wilde we dat rechtstreeks doen. Hij is daarmee akkoord gegaan. Er zijn afspraken gemaakt. Toen bleek dat hij die afspraken niet nakwam. Toen hebben we, om te voorkomen dat we de straat opgingen, hebben we in maart weer vergaderd onder... en dan hadden we net die februari activiteiten in februari maart ontvangen. En daarbij heeft hij weer aangegeven dat zijn werkarmen niet functioneren. Ik ben bang dat als dit mijn president is, dat hij nooit meer voet buiten Suriname mag zetten om te zeggen dat hij gaat onderhandelen voor Suriname. Omdat hij dat grappend verkoopt. Hij kent de verhoudingen niet.
Ik moet beleefd blijven. Ik moet zeggen, als dit mijn president is, als de president mij ontvangen heeft als organisatie. We hebben afspraken dat hij, als het misgaat, dat hij zelf met het idee gekomen om een regulier overleg te hebben met de call. Maandelijks regulier overleg met de call. We hebben gezegd, president, oh, heb je toemsegi. Maak het tot 2 maandelijks. Daar is hij mee akkoord gegaan. En op een gegeven moment heeft hij op de vergadering gesteld van oké, het wordt 2 mei. Heeft hij geschreven in zijn agenda voor ons met al die ministers die daar zaten met ons volledig bestuur. Als je niet pas begrijp ik waarom sommige mensen, als ik u moet geloven, ja? Dan pas mij begrijp zeiden ze maar etaki. Ja, maar ik wil in het vervolg praten of laat de pers erbij zijn, dat weet iedereen wat er wordt gezegd. No? Ja, maar jullie willen dat toch? Want une poesel. Want president, ik kan in pers komen. Dat je legt op de president, dat is een kopie van Banti. Dan gaat hij dat nog een keer zijn. Ja? Dus als hij zei dat, dat betekent wel een kopie, dat is mijn leed, dan is mijn leed. Maar in elk geval, ook al hebben we dat niet zwart op wit, dan zouden wij als dom overkomen wanneer op het niveau van de president deelt. En dan ga je plotseling naar cluster minister, waarbij minister Ramdien vertelt en doet wat hij wil. Toen hij wilde praten over zijn zogenaamde dialoog, toen waren we wel goed. Wij hebben hem gezegd, en dat is een president die vergeet, ik weet hoe je zegt, iemand die vergeet wat hij gezegd heeft, die heeft een bepaalde benaming. Jou op Hollands, jou op Hollands, jou op tak van elkaar zo man. Toch? Maar if we man, je spreekt van een man schrijft, een president schrijft, taki, al hoor dialoog, u theater, u hoor dialoog, dan ga jou. Want jou dat veroorzaker van het probleem. Dat volk kan horen, van jou kan leiden aan dialoog. Toen, akkoord naar het systeem, dat we hebben een voorbereid gesprek. En ik was hier bij je, geloof ik. En je zult hebben gemerkt dat langzamerhand de man biedt inderdaad naar een voorbereid van dialoog. Maar om terug te gaan op dat gesprek dat je dat hebt uitgezonden. Ik weet niet. Ik weet wat ik met deze president aan moet. Maar als dat het is, dan begin ik me ook zorgen te maken. Want uiteindelijk moeten jullie wel verder, toch? Dus helaas. Je zegt uiteindelijk, ik zeg helaas. Toch? Maar ik weet niet als ik volgeling moet zijn van iemand die niet weet wat hij zegt. Wat hij zegt. Je moet wel in contact blijven met het centraal gezag. Zal ik je vertellen? Vanmorgen, terwijl deze bezig waren met de wetshandhavers. Ik moet zeggen dat die heren heel netjes zijn geweest. Schoten. Schoten, zodat er geen enkele dreiging van uit te gaan. Vandaag niet. En terwijl de man er bezig is, nog niet mijn vak, maar dat plotseling mijn bevind, mijn serifi, de serif bij Sukumi, met dit in een poort. Van? Die hebben een poort, zodat hij voor het kabinet. Die zou een poort toch, voor het kabinet. Ja. Tijdens hem daar, mijn wang. Omdat wij probeerden om toch wel in contact te komen met de secretaresse van de president. Maar dat is dus de aanzien van de call even. En intussen, toen die dames bij je waren eergisteren, dames en heren, toen ze bij je waren, ik zie die andere heren niet, maar ja. Toen ze bij je waren, toen hebben ze verslag gedaan dat ze geslingerd werden, dat ze geen rechtspersoonlijkheid hadden, dat ze zich moesten gaan organiseren. En misschien kunnen we van daaruit overnemen. Ja, is ook belangrijk. Maar even, hoe verder, dat wil ik weten. Jullie zijn morgen weer op straat, want dat gesprek moet wel komen, toch? Dus ik denk dat het, wanneer we die informatie, jij hebt de regie in handen, maar ik denk dat wanneer je die andere mensen beluisterd hebt, dat het handiger is voor mij om daarin te spelen. Ja, oké, laten we luisteren naar mevrouw Meredith. Mevrouw Hoogdorp, no? U ziet er mooi uit, mevrouw Hoogdorp. Ik ook weer hier, no? Goedemiddag, net mijn tegen je, meneer Limbo. U zit naast Blanker, dus je mag niet moe worden. Nee, ik ben niet moe. Een beetje vermoeid. Sorry. Maar na 2 uurtjes slaap is het en ben ik weer een weer strijdvaardig. Jullie kwamen te staan tegenover dranghekken, no? Ja, we stonden tegenover dranghekken, heel vervelend.
Maar een, we hebben een flinke wandeling gemaakt door Paramaribo. We zijn van Kwaku gegaan naar die dranghekken, niet naar het kabinet. Mm-hmm. Naar die dranghekken en vandaar hebben we gelopen door Paramaribo. Is het de bedoeling dat jullie dus dat elke ochtend gaan doen? Ik hoop het niet. Ik hoop dat de president me morgen ontvangt. Want we moeten naar school. We willen werken. We hebben die middelen niet. Daarom zijn we over straat. Ja. Mm-hmm. Oké. Er is ook een soort onduidelijkheid. Misschien dwaal ik af. Mm-hmm. Maar ik zag... Want op een gegeven moment is er een hele... Djugu ook heb ik gemerkt tussen leerkrachten onderling op Facebook. Over en weer beschuldigingen over. Een groep is apart gegaan, heeft. Wat is dat ook alweer? Heeft middelen gehad van de VP. Wat is dat verhaal precies? Zo. Ik wil niet praten over. Dat is de groep binnenland, no? Ik wil niet praten over die. Op wat jullie doen? No. Maar het is kijk, wel meegenomen in die hele discussie op FB. Kijk, ik kan. Hoe moet ik het zeggen? Het zijn individuen. Een kleine groep mensen, 6 leerkrachten denk ik, die naar de vicepresident zijn geweest, terwijl de acties er waren. Zijn ze geweest en ze hebben daar een wat voordeel kunnen trekken. En ja, dat is het maar. Niet dat de hele groep is gegaan hoor, of dat de groep is opgesplitst. Als 6 mensen zijn gegaan, ja. Oké, maar legt u me uit, want ik wil even weten wat de komende dagen gaat gebeuren. U zegt, de president moet ons ontvangen. Ja, hij moet ons. Hij hoeft ons niet eens te ontvangen als hij niet wil. Maar hij kan tenminste de boodschap sturen. Zeg, hey, jullie zaken zijn geregeld. Op zo'n manier kunnen jullie die oligarchas krijgen. Ga daar, dan kan je je bonnen halen. Of ik stort 5.000 voor je. Waarom denk je dat het nog niet geregeld is? Waarom het nog niet geregeld is? Ja. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel. Want het was wel toegezegd. Ja, het is toegezegd. Het door is hem toegezegd. Zelf. Door de president zelf. Ja, ja. Maar ik dacht dat ik de minister van Bibis heb horen zeggen van... We hebben geen concrete voorstellen gedaan. Overigens zei Bibis, dacht ik ook, van... Omlugasani, want we zaten niet tegenover echt een bond, toch? Dat is zo gebracht. Ja, hij zat niet tegenover een bond... En dat is waar. En nu zijn we wel verenigd in een bond. Ja, ja. Mm. Eigenlijk hadden jullie je huiswerk eerder moeten maken? We wilden het gewoon zo proberen. Mm-hmm. Omdat we allemaal al leden zijn van andere bonden. Ja, ja. We zijn al aangesloten bij andere onderwijsbonden. Maar Asane go helemaal, dus ja. Blanker kijk naar Massa Vio, zeg maar, zo tlolo's aan je aksa, vrouw. Nou, eigenlijk, inderdaad, ze gaat u zeggen. Mm-hmm. Ze heeft het trouwens al gezegd. Ze hebben voldaan aan wat de regering wil. Mm-hmm. Van, organiseer je tot een bond. Nou, we zijn een bond, we zijn de ABO. Ja. Mm-hmm. Ja, het verschil tussen ABO en COL, dat gaat u me moeten vragen. Van, wat is het verschil? Nou, de COL organiseert lidorganisaties. Terwijl de ABO organiseert... Personeel. ABO staat voor Algemene Bond Overheidspersoneel. Dus de twee organisaties, het syndicaat en WISA-STRE, die zijn heel model, zijn ze in één gesmolten. Qua doelstellingen was dat een probleem minder. Probleem leek ook de posities, maar u gaat het niet willen geloven, in tegenstelling tot wat u mogelijk op Facebook leest. Het was totaal geen probleem om die eenheid te smelten qua posities. En waar we nu prioriteit aan geven, is wat de mensen met de president bereikt hebben. We willen geen nieuwe dingen direct bereiken om de zaak te doorbreken. Natuurlijk is er veel meer. Wat we bereiken is dat de president heeft toegezegd, die oligarta, of was het monicarta, wat was het? Oligarta. Oligarta en die 5.000... En die 5.000 SRD. Wat betreft die oligarcha, u gaat schrikken. Had die president ons allang beloofd als call. En wel in juli 2022. Dus waar we nu om gaan. En omdat we vonden dat die mensen geslingerd werden. Hebben we gezegd van kom.
daar is de ABO voor om jullie op te vangen. Ja, u zegt er is overeengekomen, maar dat irriteert me, ja, haal het gewoon weg. Ja, u zegt er is overeengekomen met de president. Is het vastgelegd? Is die vastgelegd toch? Nee. Want daardoor krijg je die... Maar dat precies, mag niet. Ik begrijp wat u zegt. Maar ik kan ervan uitgaan. Ik heb... Moffatakkie. Maar dan moet je niet. Zo'n dingen moet je vastleggen toch? Ja. Nee, het hoeft niet. Het hoeft niet. Wijs me al die dingen die de regering overeengekomen is met die Ravaksuur en met die andere mensen. Wat hebben ze op papier? Hij staat niet op papier. Ja? Achteraf, nadat ze overeenstemming hebben bereikt. Ik mag zeggen, u weet, ik trok een tijdje op met die grappenmakers bij Ravaksuur. En, nou, elkaar de collega's, die zo. De man, de grappenmaker, met tak is de man, boem, zo maar boem, ja, want toen boem, dan minder 46, je hebt een optie uitzondering. Maar de rest, nou, boem, haast de grappenmakers. Ja? Ik denk dat man, de man bereikt, want dan, je bent een vakbondsman, je hebt net voor onderhandeling. Maar wansan is op wel, dat is. Wansan is op wel, dat is you, if me go tak namens you. Dat je temi tak im go tak zo. Maar temi bataki, min ook kan go akkoord dat temi ka you fossi. Ja, min die groen leg. Min die groen leg toch, maar de man, de man is hier, daarom, if as ander bij de tumsi, vallen zijn boter, maar ik, make de man kon je verslag donderdag. De man tak door, make de man kon je achterban verslag. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat wanneer je met een president van een land afspreekt met jouw president. Wanneer we met jouw president Limbo. Want ze is zo van je toch? Je loopt lang kan je het jou. Ah, jouw president. Onze president. Wanneer we met jouw president een afspraak maken, hoeft dat niet op papier te zijn. Daarom dat Guyana ons niet serieus neemt. Als de men op dezelfde manier met Guyana deelt als met ons, is het begrijpelijk dat een man dat je minister voor tweede man van Kondre, ik beledig onjaarlijk zijn lang. En dat weet dat lafu. Wel lafu. Maar laten we terugkomen naar wat hier is. Je mag ervan uitgaan dat wanneer de president de afspraak maakt met een burger of met een groep burgers, dat hij moet zorgen dat hij zijn afspraak nakomt. Ja, oké. Okay, laat me de twee andere mensen ook... Tot slot in de gelegenheid stellen om even iets te zeggen. Alleen genoeg, we gaan deze stoel gebruik maken. We gaan bij deze meneer beginnen. Nee, we gaan bij u beginnen, man. We gaan bij mij beginnen. Ja, want Ino komt. Kom eens dolu goed op. Dat kwam zo niet. Nee, we gaan deze man gebruiken. Oké, sorry. Dan gaan we u zo meteen in beeld. Wat is uw naam? De naam is Kina. Kina, je bent onderwijzer. Ik ben geen onderwijzer. Voilà. Nee, eigenlijk raak betrokken naar een groep, die actiegroep. Mee in, want de hoedanigheid lijkt PR-man. PR-man. Dat is Jumja Raboskoko. Mijn begin, dus nu naar organiseren. Mijn organiseer. Kijk, wat zich heeft afgespeeld, heeft mijn aandacht getrokken. Want we zaten hier konden alles maar in Djugu broeien. En als mensen die spontaan opkomen om hun belangen te laten behartigen, natuurlijk, die mankeer want to tools. Vooral Isabi heeft na specifiek Sani. Je moet gewoon onderhandelen uit, toch voor bereik je doel. En dan kan je aandacht niet geven aan alles wat om je heen gebeurt. Dan heb je mensen nodig om voetbalstructuren te kunnen zijn. Ik van meneer Blankerde, maar heb ik ervaring voor onderhandelen. Ik heb mijn ervaring naar PR, Sani, logistiek. Dan moet ik voor je voetbalstructuren in zijn. Want dat is hard nodig als een piepjonge organisatie. En je moet voorkomen dat je onnodige blunders begaat. Want nona in de battle voor afetilida. Alles wat zijn kon naar je tapje af. Is dat toch? Er zijn ook mensen die op de loer lagen. Al die tijd voor Lukwang. Vinden we occasie. Voor kon chop chopu. Is dat en de choppers lie op dit moment op het veld. En iedereen wil natuurlijk zijn graantje mee pikken. En dan moet je deze mensen beschermen. En misha zal ik kwam tje roeping. Voor jompo café. En misha taki ade hard nodig. Voor organiseren zijn voor taalstructuur komen. Dan die wel les aan de meefeti. Ja, misschien dat niet daar hier zijn schrijven, dat ik klaar ik ben. Nee, dan klaar. Mij klaar ik ben voor het tapafeld. En met dit tapafeld. Je nog een feitelijk blankie? Oké. Mij leren. Maar dat komt feti nog lang. Nee,
Nee, mina niks voor long. Mina niks voor long. Daar me abatai dit toch, want motai futur vind ik al long. En alles maar met taika wang. Voor kan volg alleen zijn de actiegroep des matok, zijn de in a vorm. Nanga meneer Blanker, nanga ala trasmasa awang belang. Voor kan zorgen dat de sanji sares mij feti. Ano asa, ano san san de onhaalbaar. Na san san musu. Want ino kang, abwaan roko de ino mango tapa roko walet fasi. Dus ino mamo pa oso serevi. Want kota ki rei wang wagi. Tok? En je geeft les op een bepaalde school. Uit de buurt loos, 10 kilometer van huis. Je moet elke dag denken. En voordat je uit huis gaat, heb je geen zin. Je moet je kinderen toch behoorlijk achterlaten. Die hebben ook wat nodig, zorg nodig. Vijf financier alle de sanati. Die middelen zijn niet meer toereikend. En dat heeft u en ik afspraak naar beleidsmakers in deze. En dat was heel chockerend de afgelopen dagen. Dat je go, er worden afspraken met je gemaakt. En dan word je van het kastje naar de muur gestuurd. Wat is dit? Vond ik wel blamerend eigenlijk. Want eerst u bent gona aan kabinet. Dan later u jere tak om gona presidentieel paleis. Tak ama o installeer nieuw minister. Dat was toch al bekend? De ino mikuk ook nap dat half vier. De reina bakadorogwe. We stonden voor de hoofdingang. En de heer kolonne nanga wagi epsana obaka. En de wans mani tak niks. Dat we hier een stand tak presgwe. Dat we hier later tak pres tak eisukuno. Liksa amaisuno. Dus me begrijp meneer Blankert amatak is jouw president. Dat amatak na broemtje jaria abi. Me kamaluku ala den plantjes dedek bayongo. Watrano demoro. En dat oe leg aan de zand uit. Maar het lijkt alsof die man geen enkel affiniteit heeft. Met de mensen die ook zijn kinderen, kleinkinderen moeten onderwijzen. Voor ik ook nap in een maatschappij. Ja. Toch? Misschien dat ik baga optreden is. Want uw telefoontjes, want je bent de waardige PR man moet ik zeggen. Nee, kijk, je moet ook je huiswerk maken toch? En je moet ook bij de les blijven. Daarom. Ik heb ook meneer Blanker ook buiten aan microfoon uit. Want ik heb ook toe de inzichten van mijn van Oudo. Voor de structuur kon dat zijn. Want nu nodig. Nou, mensen, maar een long kong, long ta actiegroep. Alles maar een interview, alles maar een desmam ta kwam zijn. Maar dan weet je wat er kan gebeuren. Dus je vindt dat je moest dat noemen? Nee, aan mijn taki. Als een challenge in Nassani. Je moest dat je wat je naar PR man noemen? Nee, maar een challenge kon Nassani. Attrek een visie van organisatie, de man kan ta visie. Maar op structuur. Zabi, allemaal kan taki. Je hebt één duidelijke vertegenwoordiger, een visie van organisatie, heeft naartoe visie magneet, maar tien man om aan taki. Dus voor Blanker kan uit aan stemmen, van ga je voorzien? Ja, Luko. Nee, ataki nee, takso. Met Blanker weet je het ook nooit, hè? Nee, maar Zabi. Want man gaan taka visie ba, en eerste taki zijn man gaan bij Abik ba, bijna man gaan klasje ba. Maar toch, we hebben elke. Nee, kijk, is een doorgewinderde onderhandelaar. En dan gebruik je alle tools voor kan je aan tapa alle fasi. Okay. En dat heb je nodig. Helemaal. Want de tramanos, de man is slim. Wat was je naam? Kena. Yes, man. Oké, okay. Kena, dank je. Temi, dat is goed, man. Nou ja, mijn naam. Zijn er ook bond? Op een bond, ja. Anders de loonkosten hier, mijn broer. Oké, mevrouw, je mag hier plaats nemen. Kom. Dat kunnen we daarom niet doorgaan zetten. Wat is dat? Borrel even. Oh, mama. Borrel erop. Even hier wordt het ook soms geboord door mensen. Je hebt president zat ook hier. Oké, dan gaan we deze mevrouw ook aan het woord laten. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat goed. Als u evalueert, tot welke conclusie komt u? Het groeit. Mm-hmm. Het groeit. In welke zin? In aantal? In aantal, ja. Meer leerkrachten. Dus we gaan de goede kant op. Hoeveel mensen hadden jullie vandaag? Schatting, hoeveel mensen al en bij? 400 nog? 405. 405. Ja. Oké, maar op een gegeven moment waren jullie bij de school. Was het Paulusschool? Paulusschool, ja. Moest je naar om leerkrachten van school te halen, want ik kijk daar even van op. Nee, niet om leerkrachten van school te halen. Maar om, ja, precies, de boodschap een beetje over te brengen, net door samen sterk staan. En hebben ze het begrepen? Ja, ze hebben het begrepen. Hebben gezegd van, als dat het is, dan stop ik er stond en ik sluit me aan.
Maar dat was de bedoeling toch uiteindelijk? Ja. Ze hebben gedaan wat op dat moment het beste voor ze was. Mm-hmm. En dat was? Ja. Ze hebben zich aangesloten. School was uit, hè? Mm-hmm. Ja. Oké, maar welke strategie hebben jullie uitgezet voor de komende periode? Ja, toch? We moeten nog even kijken. We moeten nog even kijken. Nee, ja. Ja, daar heb ik niet zoveel aan natuurlijk. Kijk wat het wordt. Dat had je moeten weten. Oké, dan ga ik even mijn camera, maar eens even weg. Door even snel... Kan je hem dreigen? Nee, ik moet dat even snel zo doen. Om meneer Blanker in beeld te brengen. We gaan afsluiten. Andere items afsluiten. Wat zegt u tot slot, meneer Blanker? Ja, het is heel typisch dat je in een strijd verschillende categorieën werkers hebt. Je hebt de strijders, mensen die zomaar in die strijd gaan omdat ja, maar Freddy, je gooit actie. Ja, wat dat categorie is, wasabi overste astre ego. En dan ego in actie. Ja, wat toen was Afrede. Etang na kantoro. Of scoro. En ja, wat toen was aan. E bedreig. Kom je aan laatste wang. Meestal. Voel jouw bedreiging over. Abi, want tussen persoon van nodo. Een medium van nodo. En een medium. Na meestal een chef. Een schoolleider. En een schoolleider, een chef, zag knapu tap in bakafutu. Dat oteide man takere no, jim wan papira fusami teide sma. Mano jim mo fu boskopu. En dan, o dia boskopu zo danig taki, o ondersteun je in a strijd. Want dat strijd winnen, alles bij profiteer. Maar ja, bisma, schoolleiders, chef, zou ik van Serifi. Dus, en wat ik met een voetje voor zorgen van echt. Ik snap dat makkelijk, ik spreek dat toch. Een home nigger dan een field nigger. En meestal, deze man is een home nigger. En makkelijk, ik stak hier, dat de meester also een bron. Dan a home nigger etaki u also ebron. Terwijl a field nigger etaki a me beji dang. Mek a win tik op tje moore tranga. Vauw ze gaan bro moore sna. Dat ha je betrak. To, sami wat leg je uit is dat a man sa in a stree dat sami sa de van nou do. En de man sa play field home niggers. Dat hij naast Masang eigenlijk nog abi jeje. In plaats van die power de man en mijn katei tak je wallo field niggers. Wallo hoofde. Wallo chef. Sa e power de sma. Maar je want to la je man mindri. En de Masang e fit echt. De Masang sa fu sa de fiti. We doen beroep naar de tapu fu. Maar nog kotei de lolo sa. Maar sa na bedreigje precies. Sana bedreigen, sana met dat eerst, man. Kadeka je hebt meer. Je moet wel een beeld een beetje, ja. Bijvoorbeeld dat ze met ontslag gaan. Dat de bond ze niet zou kunnen helpen of verdedigen als ze die steun nodig zouden hebben. Ja. Dat hun contracten niet verlengd worden. Dat is van de mensen die nog niet in vaste dienst zijn. Je hebt
Je hebt verschillende bedreigingen hoor, die zijn uitgekomen. Ik heb verschillende dingen gehoord. Ja. Dus luister dan. En dat is wat ik als krikkie. Ja, voor ons wat ik als krikkie. Natuurlijk, maar was aan moest dit duidelijk. De man en leg uit takjera. De. Wie zijn streek syndicaat naar abrechtspersoon, naar abierechtspersoon. Aan de abiestatuut. Maar vol snap toe. Vol snabi? Vol snabi statuut. Er vaak zo'n abiestatuut. Je snap je toch? Dus ik denk dat het moeilijk is, maar. En de collega voor deze man moest op knapu. En hoe breed naar aan was voor het idee. Het is de bedoeling dat we tapu scoren. Maar ik bedoel dat je deze man staat naar straat. Naar deze van Assoe Queens. Tempai huishuur. Je hebt situaties voor mij naar binnen. Ze hebben toegezegd. Trouwens, dat je. Als man moest onderhouden, ik ga zelf voor foto. En dat man ook moest onderhouden, ik ga zelf voor een postma. Toch? Dus, hoe geef je aan dat je een bedreiging dat na inderdaad een punt eigenlijk weet je, als ik uitverkoop, ik verkoop, verraad vanuit de schoolleiders, ik doe dat niet. Ja. Ja? Maar, een vraag zou je stellen is dat hoe verder, ik probeer voor zelf verraad dat ja, te lezen. Ja, wat gebeurt er morgen? Tamara dan. Mijn breed is dat ik onder andere lem radio, maar op tempo, de Medina veld. Ik voel tegen hoe zij naar nu samaraton. Om de naveld. Ik denk maar. Ja, tuurlijk. Dus Tamara is hoe laat? Man. Je hebt de vos Oudora is om mijn school te begeleiden. Nog kan ik komen, ik kom begeleiden. En ik heb de fiets. Dus we bedoelen dat we gaan niet makkelijk maken voor ze. Hoe zou dat je nog tijden? Maar buiten uitzending, hoe zou dat je wel? Ja. Maar dan kom je weer, die groeven drang heb je er staan. Dat je takkie. Dat je takkie, ja. Wat ja, Roosja. Dus. Plotseling. Je kan het terug. Dus met andere woorden, hoe nog gedrappen? Ja, man. Maar ja, Roosja, jongen. Strategisch gezien wordt het niet. Oké, nee, dat begrijp ik. Dat heb je dan? Dus dat is het. We gaan opbreken. Dankjewel. En veel succes met jullie actie morgen. Nou, dank u wel. Ook bedankt, maar nogmaals, laten we samen proberen om wat cachet te geven aan de leiding van ons land. Want zonder dat cachet zijn we nergens. Ja. Dank u wel. Hugo Blanker en crew, komen jullie goed aan. Thank you, brother. Oké, daar hebben we dat gehad. Even kijken als ik nog kan bellen met die meneer. Meneer Karwa. Ja, ai. Eet smakelijk. Ai, dankjewel. Ja, wat dacht je?